Laten we dan doorgaan naar een Nederlands-Amerikaan, Sjoel van Dongen. Die gaat ook nog strijden voor zijn tourkaart natuurlijk. Moet de kwartfinale halen om hem te bouwen. Gaat natuurlijk heel lastig worden. Maar laten we het even richten op het WK. Speelt hij tegen Darren Pennell. Nou, uit Australië. Australische Engelsman. En daarna tegen Joe Cullen. Ik denk vooral tegen Pennell dat hij echt wel de grote favoriet is, hoor, denk ik. Denk je niet, Mario? Ja, denk ook wel. Dat zullen die partij wel naar hem toe aantrekken. Natuurlijk, de volgende ronde, Joe Cullen, is een heel andere opdracht ervoor. Maar iedereen, ja, je zegt wel kansloos, maar iedereen heeft zijn kansjes. Als je Zeker. zelf die super dag hebt en je mag tegen gelijk welke grote naam spelen. En als het allemaal een beetje jouw kant uitvalt, dan is niemand kansloos. Ja, want Sjoe is de laatste tijd wel echt in vorm, hè, Jerry? Ja, zeer zeker. Ik heb gewoon het gevoel alsof hij zichzelf hervonden heeft, als het ware. Want hij had echt wel struggles in het eerste jaar dat hij zijn tourkaart had. Dat hij echt maar heel veel wedstrijden met 6-5 verloor. En zat hij niet in een lekkere swing, zeg maar. Dat hij echt wel een keer een goede run had of zo. Maar de laatste tijd is het eigenlijk omgedraaid. En heeft zichzelf toch wel tot het WK al weten te Ja. vechten. Dus dat vind ik al resultaat 1 en prestatie 1 waar ik echt trots op hem ben. De loting valt ook niet tegen, want die panel zegt mij niet heel veel. Maar dan moet hij, denk ik, aan zijn status verplicht zijn om die ook wel te winnen. Dat zorgt waarschijnlijk ook weer voor een enorme confidence boost. De stand tegen Joe Cullen, daar sta je gewoon vrij uit te gooien, want Joe Cullen is de favoriet in deze wedstrijd. Maar als Jules van Dongen gewoon lekker in die swing zit, heeft al een partij gegooid, dus heeft hij ervaring kunnen proeven. Ja, dan is er misschien nog wel wat mogelijk. Wordt lastig, want ik vind Cullen ook wel heel goed natuurlijk. Dus. Normaal gesproken zou Cullen dit winnen, maar wie weet op de dag zelf kan ze je ook verrassen. Ja, Cullen was niet bij de qualifier voor de Grand Slam bijvoorbeeld, Mario. Weet jij daar de reden achter waarom hij er die dag niet was? Nee, dat weet ik niet van. Nee. Nee, ja, hij heeft niet een heel best jaar natuurlijk. Dus inderdaad, wie weet zijn de kansen voor Sjoe van Dongen. Ik denk dat hij sowieso, ook al houdt hij zijn tourkaart niet, dat hij echt wel een van de favorieten ook is op de komende Q-School, hè? Ja, denk het wel. Ja.